Jongens, het is vandaag zaterdag. We hebben vandaag een verjaardag. Mijn tante is gisteren jarig. En vandaag viert ze haar verjaardag, dus we gaan daar vanavond heen. Maar ik ben zo vroeg op. Ik was half zeven. Voor half zeven zelfs al op. Omdat ik zo lekker naar de kapper ga. En ja, mijn moeder maakte een aantal herrie, dus ik dacht, oké, ik ga er ook uit. Maar ja, in ieder geval heb ik gewoon nu even gewoon een simpele outfit aan. Gewoon een blauw shirtje, blauwe broek en mijn zwarte laarzen. Want ik kleed me vanmiddag om. En wat ik vanmiddag aantrek, zien jullie vanmiddag. Oeh, ik zal het vanmiddag laten zien aan jullie jongens. Maar in ieder geval verder ga ik zo lekker met de kapper doen. Mijn haar ziet er niet uit. Het is super lang. Ugh. Ik irriteer me echt aan. Ook gaat het weer blond. De pluk gaat weer helemaal wit blond. Ik zat te denken aan een grijs asblond. Ongeveer zo'n kleur. Om te doen. Dan lijkt het ook een beetje grijs achter. En het is echt super licht dan. Maar ja, laten we dat maar niet doen. Voor mijn moeder moet ik mijn haarstijl gaan veranderen, omdat ze het totaal niet leuk vindt. Dus ik ben een beetje gaan googlen en dan kom je echt bij die kapsel zodat het echt half lang is, weet je wel, dat het hier zit. Maar ja, dat wil ik natuurlijk niet, omdat ik dan natuurlijk daar te kort haar voor heb. Dus ik ben eens gaan kijken bij de YouTubers van de jongens. Misschien heel raar, maar ik ben er dus gaan kijken en ik heb een paar kapseltjes gevonden. Onder andere van Joe. Even kijken. Onder andere wilde ik eerst voor een Elfie kapsel gaan. Kijk hier jongens. Even kijken. Ik wilde eerst voor een Elfie kapsel gaan kiezen. Kijk. Maar dat vond ik toch niet zo heel erg leuk bij mezelf, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet precies. Verder heb ik vroeger dit kapsel gehad. Ik zal een beetje inzoomen op mijn haar. Dit kapsel heb ik vroeger gehad. Daar is mijn pony ook echt wat korter. Ik denk dat ik daarvoor ga, maar dan in plaats van daar zit alles naar achter en alles naar voren. Dus dat je dat naadje hier zo, dat je dit niet ziet. Kijk, een oude zomerfoto van mezelf. Ik denk dat ik dat doe. Wat voor ketting heb ik hier aan? R5, de. dus ik denk dat ik dat doe. En verder, ja. Ik zie wel hoe het ervoor komt. In ieder geval gaat het ook weer blond. Ik zal eerst denken aan een beetje een cornerkapsel. Kijk. Dat vond ik zelf op zich ook wel heel gaaf. Maar ja, ik zal. Maar dan niet echt dat het op lijkt of zo hoor. Wel gewoon dat er nog wat verschillen zit tussen een jongen en meisje of zo. Ja, over Matthijs van de Sander Bakhuizen kapsel. Misschien is dat ook wel leuk. Maar die gast heeft de kop half elkaar geschoren. Dus laten we dat maar niet doen. Dus ja. Ik. Kijk, ik wilde eerst een beetje dit gaan doen. Dat het ook gewoon lekker rommelig zit. Ik denk dat ik daar ook wel voor ga. Ik weet nog niet heel zeker, maar ik denk het wel. Dus ja, ik. Zie wel. Oeh, even spitje. De zon schijnt al volop, zie ik. Dat is echt super nice. Dus ja, ik ga deze foto eventjes. Wacht, ik kan hem ook gewoon uitvergroten. Dat wordt ook moeilijk. Dus ik gewoon dit doe. Kijk. Ik denk dat ik dan een beetje voor dit ga. Omdat het dan. Ik wil toch dit wel naar voren hebben zo. Maar ik wil dit ook weer niet te lang hebben. Ik wil dit gewoon. Kort en dat ik het dan gewoon een beetje zo in elkaar kan formelen. Zo. Dat ik een beetje een soort beetje Elfie kapsel. Nu ziet het er waarschijnlijk niet uit. Maar dat ik gewoon in ieder geval een beetje een Elfie kapsel heb. Want ja. Verder, ja, een joke als Joe heeft echt van die lange lokken die hij dan naar achter doet. En daar ga ik gewoon echt niet aan beginnen. Omdat mijn haar is te dik daarvoor. En mijn haar gaat op een gegeven moment naar voren vallen. Dus ja, dit was een haargesprekje. In ieder geval ga ik nu eventjes. Ik ben helemaal klaar. Mijn laarzen, alles heb ik aan. Ik doe even lekker deze ding open, de blinders, en
dan ga ik naar beneden wat eten. En dan zie ik jullie misschien zo bij de kapper of als mijn haar klaar is. Ben benieuwd. En mijn haar is gedaan, jongens. Ik ben er super blij mee. Alleen ik ben niet echt blij hoe het zit. Dus ik ga heel even slapen. Omdat ik dood en doodmoe ben. Daarna ga ik op. Daarna ga ik even onder de douche. Want ze hebben heel veel haarlak erin gespoten. Het is echt keihard. Ze hebben heel veel haarlak ingespoten. Dus ik ga zo douchen. En mijn haar ook gelijk even anders doen. Make-up even opnieuw doen. Want het is helemaal uitgelopen. En weet ik veel wat allemaal. Dus ja, ik ga eerst even slapen. En dan spring ik onder de douche. En dan hopelijk dat mijn haar er wel goed zit. Want ik wil alles zo naar voren hebben. Zoals jullie misschien wel weten. Dus ja, tot straks jongens. En ik ben wakker jongens. Ik heb net mijn make-up van mijn gezicht gehaald. Het lijkt misschien alsof het avond is of zo. Is het niet, maar ik heb mijn gordijn even dicht gedaan. Dus ja, ik ga me nu eventjes gaan mijn haar en zo wassen. Want ik haat haarlak. En het zit bomvol. Dus ja. Tot zo jongens. En mijn haar is gedaan jongens. Nu aankleden en ja, dan ben ik klaar. En ik ben helemaal klaar jongens. Mijn haar is gedaan. Mijn make-up is helemaal gedaan. Ik ben er super blij mee. Alleen is nog even mijn tandenpoetsen en mijn lippen op doen. Maar ja, we gaan nog niet weg. We moeten eerst nog eten en zo. En ja, dit is mijn outfit. Ik heb een leerjasje aan. Met een jurkje. Met allemaal balletjes. Super cute. Een hele strakke zwarte legging. En mijn lange laarzen. Dus ja, ik ben super blij. Ik ga nu naar beneden eventjes wat eten. Het is 4 uur, volgens mij. Ja, 4 uur. En ja, ik ga de honden eten geven en dat soort dingen. Dus ja, tot straks jongens. En even mijn camera trouwens leegmaken. Want dat was ik vanochtend nog vergeten. Niet zo heel slim. I'm ready for the birthday. See you guys tonight, tomorrow. No, tomorrow. Ik zie jullie straks jongens na de verjaardag. Ik vind het echt leuk om daar te gaan vloggen. Omdat ten eerste niemand weet dat ik überhaupt vlog. Dus ja. Ik zie jullie na de verjaardag. Hey peoples. Ik ben net terug van de verjaardag. Het was super leuk. Ja. Het was gewoon super gezellig. Ik ben heel blij dat ik geweest ben. Het was leuk, lekker gekletst. Lekker met de hond gekroeld. Ik ben nu weer thuis. Morgen niet heel veel van plan. Mijn ouders gaan morgen even naar de winkels toe. Dus ik hoop dat ze ook even oogremover meenemen. Want die is bij mij op. En mijn ogen zijn gitzwart. Dus ja, ik hoop dat ze dat doen. Verder heb ik verder een leuke dag gehad. Mijn vlog heb ik voordat ik wegging proberen te uploaden. Ik heb mijn laptop op een gegeven moment dichtgeklapt omdat we weg moesten. En ik vond het niet fijn om hem aan te laten staan. Dus heb ik hem dichtgeklapt. Ik weet niet of die nou geüpload is of niet. Wacht, ik zal even kijken. Ik denk het niet. Dus morgen, dus vandaag voor jullie zijn dus komen er dus 2 vlogs. Eentje in de ochtend en eentje. Oh nee, wacht. 2 vlogs? Nee, helemaal niet. Eentje. Denk ik. Oh nee, wacht. Nee. 2. Er komen er 2. Tuurlijk komen er 2. Even kijken. Hij is vast niet. Ja, hij is online gegaan. Volgens mij. Kijken. Ja, hij is gewoon online gegaan. Dat is hartstikke mooi, want dan hoef ik morgen maar 1 te uploaden. En dat is deze. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden, jongens. Jullie kunnen de vlog van gisteren, oftewel voor mij vandaag dus. Oh nee, wacht. Jawel. Ja, nee, het klopt wat ik zei. Kunnen jullie ook kijken. Ik zal hem onder in de beschrijving zetten als ik het niet vergeet. Met een nadruk op niet vergeten. Ik zie jullie morgen, jongens. Give it a thumbs up if you liked the vlog. If you did enjoy it. If you're not. Why are you watching this anyway if you don't like it? Well, then you're weird.
Wat ja. Oh, trouwens, voordat ik het vergeet. Ik ga binnenkort een keer een week lang in het Engels vloggen. Ik weet niet of jullie het leuk vinden. Dus ja. Ik zie jullie morgen, jongens. Iedereen hier slaapt al. Iedereen ligt al te slapen. Ik zie jullie morgen. Night. Good night, guys.